Ik heb met heel veel passie het dansen kunnen doen. Maar ik wist ook dat is heel eindig. Net zoals topsport of alles wat fysiek is, daar zit een einde aan. En de vraag is, ga je wachten tot de context bepaalt dat het jouw einde is? Of ga je zeggen, nee, ik denk echt dat er nog wel een andere wereld is of een andere leven is waar ik iets uit kan halen voor mezelf en waar die horizon weer verder ligt dan waar ik hem nu zie. En toen, all places, ging ik bij een couchsurfer werken. Ja. Dus dat had ik niet kunnen, had ik echt niet verwacht. Als je van baan wisselt, of zelfs sector, dan heb je bepaalde aannames en bepaalde waarheden en die veranderen zodra je context verandert. En ik denk dat dat een belangrijk is in het veranderen. Andere mensen die in zo'n bedrijf komen, zeker als je van buiten afkomt, hoe gedraag ik mij binnen zo'n corporate dat het past? En tegelijkertijd wil je ook weer niet te veel erin passen, want dan kan dit bedrijf ook niet veranderen. Ik ben getraind in getuned naar een ander lichaam en lichaamstaal luisteren. En ik denk om vertrouwen te krijgen en om relaties op te bouwen, dat het kunnen lezen van een ander wel echt heel belangrijk is. Dat je ergens samen in gelooft en dat gaat neerzetten. Dat vind ik een mooi gevoel. En ik heb vrijheid nodig. Eerst was het klantcentraal en nu is het werknemerscentraal een groot ding. Ik denk dat juist voor bedrijven die in transitie zijn een hele belangrijke is. Ja. Want je kan niet dat bieden wat zij willen, omdat je nog niet begrijpt wat zij willen. Dus je zult daar moeite voor moeten doen. Maar wat willen ze nou? Dan kom je er misschien achter dat een leasebudget niet het allerbelangrijkste is. Maar genoeg ruimte voor vakantie of reflectie wel. En, dat levert andere uitdagingen, maar ik denk dat dat juist wel heel mooi is.